Het grootste verschil met het suikerfeest dit jaar is natuurlijk dat we thuis zitten. Hoi, mijn naam is Hafsa. Het is vandaag maandag en gisteren hebben we de maand Ramadan mogen afsluiten met het suikerfeest. Het suikerfeest wordt in het Arabisch ook wel Eid al-Fitr genoemd. Nou, ik heb gisteren een paar hele mooie beelden geschoten. En ik heb daarin laten zien hoe dat ik het suikerfeest heb ervaren. Goedemorgen allemaal. We hebben zojuist een heerlijk ontbijt gehad met z'n allen. Het is vandaag het suikerfeest. Het was heel gezellig. We hebben alle cadeautjes uitgepakt. En we hebben gewoon lekker met elkaar rustig aangedaan. Het grootste verschil met het suikerfeest dit jaar is natuurlijk dat we thuis zitten. Normaal gesproken zouden we 's ochtends vroeg naar de moskee zijn gegaan. En daarna, na het ontbijt, zouden we langs zijn gaan bij familie. Kopje koffie drinken, maar helaas is dat dit keer niet mogelijk. Dus ja, dat is wel heel erg jammer en dat mis je ook wel. Het is toch wel anders. Het suikerfeest voelt ook echt wel anders. Het is momenteel slecht weer buiten, het regent. Dus het wordt vandaag thuis blijven, maar we zullen wel ook spelletjes gaan doen en het gewoon gezellig maken met elkaar, dus. Allah, Allah, bedankt voor deze dag. Allah, Allah. Dus, we gaan het beste van maken. Allah, Allah.